Zorg om chemische opslag. Overval op reisbureau. En open dag op de manege. De ramp in Moerdijk, de ontploffingen en explosies gisteren. Het zou ook zomaar kunnen gebeuren in Eindhoven. Bij Van der Anker in Acht, waar ze ook chemisch afval opslaan. Mijn eerste reactie was dat hier de omgeving, Eindhoven en de omgeving, hetzelfde zou kunnen gebeuren. Misschien nog ernstigere gevolgen. Dan denk je onmiddellijk dat het zou hier in Acht ook wel eens aan de orde kunnen zijn. Want ook wij kennen potentieel gevaarlijke bedrijven om de hoek, zeg maar. Nee, je moet er niet aan denken, maar het heeft ons wel wakker geschud. Hè? Als je hier kijkt, zie je zo de achtertuinen van de mensen in Acht. Ik vind dat wij daar onze verantwoording moeten nemen, het college en natuurlijk de raad ook. En we zullen tot adequate maatregelen moeten komen. De dorpsraad in Acht protesteerde 2 jaar geleden al tegen de komst van het bedrijf, zo dicht op de bewoonde wereld. Geholpen heeft het niet. Sterker, nu ligt er weer een verzoek bij de gemeente om te mogen uitbreiden. Destijds hebben wij geadviseerd dit bedrijf waar we het nu over hebben, om dat hier niet toe te staan. Alleen juridisch zou dat een wat moeilijke aangelegenheid zijn. Wel duiden we steeds op het blijven controleren van het bedrijf, op het handhaven van de veiligheidsvoorschriften. Houd en scherp. Dre Rennenberg is er duidelijk over. Het bedrijf moet weg. Liefst zo ver mogelijk. De Maasvlakte of die Moerdijkvlakte, dat daar uiterst voor geschikt is. Maar niet binnen een wijk die zo dicht bevolkt is. Dat kan gewoon niet. Inmiddels heeft de fractie daar vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders. Dat duurt altijd even, maar toch heeft burgemeester Van Gijsel een schriftelijke verklaring afgegeven. De gemeente houdt toezicht op de voorgeschreven regels. Risico's zijn natuurlijk nooit 100% uit te sluiten, maar de gemeente probeert deze wel tot een minimum te beperken.